Het leger des Heils in Suriname heeft gisteren het startsein gegeven van haar jaarlijkse Youth Council. De Youth Council is een activiteit waarbij jongeren gedurende 3 dagen bij elkaar komen voor een variëteit aan programma's. Het thema van dit jaar is Time to Shine. De Youth Council is gestart met een dienst in de kerkzaal van het Leger des Heils aan de Henk Aronstraat. Vandaag is het programma vervolgd met een seminar en een concert. De Youth Council wordt morgen afgesloten met een Youth Holiness Meeting. Het Leger des Heils in Suriname staat vooral bekend om haar sociale projecten die ze gedurende het hele jaar voor verschillende doelgroepen uitvoert.